Hallo diva jongens en meisjes, welkom bij Casa Diva, podcast nummer 25. Mijn naam is Agnes en ik ben de eigenaresse van Dutch Wool Diva, een webwinkel in handgeverfde garens en spinwool en overige handwerkartikelen. Als je nieuw bent hier, dit is een podcast over breien, spinnen, haken, borduren, naaien. Je kunt het zo gek niet verzinnen of ik doe het wel. Ook deze week neem ik je weer mee in wat ik allemaal gedaan heb op creatief gebied. Dus pak er lekker een kopje koffie of een kopje thee bij en schuif gezellig aan. Ja, hoe gaat het met jullie eigenlijk? Ligt er bij jullie ook zo'n pak sneeuw? Hier in het oosten is het echt flink gaan sneeuwen vannacht. De wereld was wit toen ik vanochtend opstond. De hele week riepen ze al op het journaal en tijdens het weerbericht van dat we sneeuwstormen zouden krijgen. En dat we sneeuwdieptes zouden krijgen van zo'n 30 tot 50 centimeter diep. En vooral hier in het Midden-Oosten, zouden we bijna een soort snowmageddon krijgen. En ja, dat vanochtend dacht ik toch even van, dat is het niet. Want het was, denk ik, maximaal 20 centimeter of zo wat er lag. Dus het viel allemaal hartstikke mee. Ja, tuurlijk is het veel meer dan dat we ooit gehad hebben de afgelopen jaren. Maar ja, dat ik nou echt denk van, jongens, we kunnen hier, we zitten ingesneeuwd, we kunnen de flat niet meer uit. Dat was het gelukkig niet. Maar goed, zo gaandeweg de dag begon het toch wel nog wat harder te waaien en nog wat meer te sneeuwen. En nu aan het eind van de dag ligt er toch best wel een heel pak sneeuw en behoorlijk wat van die sneeuwduinen. De puber en ik hebben vanmiddag even een sneeuwwandeling gemaakt natuurlijk. Want ja, dat is toch wel even, je wordt er toch wel een beetje blij van die sneeuw, denk ik dan. Het is ondanks het gure weer, want het was echt wel koud hoor. En af en toe dan had je de wind recht van voren en dan striemde het wel in je gezicht. Maar op de plekken waar het een beetje de luwte was, dan is het toch ook wel weer heel erg leuk om in de sneeuw te staan. En ja, zo vaak hebben we hier in Nederland geen sneeuw. We hebben meer winters zonder sneeuw dan met sneeuw, zo langzamerhand. Dus, maar goed, ik heb er een filmpje van gemaakt en dat zal ik aan het einde van de podcast onze sneeuwwandeling even laten zien. Stel niet veel voor, maar goed, het was toch wel even leuk om op de film te zetten. Maar goed, over naar de projecten, want misschien heb je het al gezien, maar mijn Marled Mania cardigan is af. Ik heb hem eigenlijk vanochtend. Vanochtend heb ik hem af zitten maken. Ik had de boorden moest ik nog. En die waren ongeveer. De mouwen waren tot hier af, zeg maar. En de boorden moest ik dus nog breien. En dat het laatste restje, ongeveer zo'n stuk, heb ik vanochtend nog gedaan. En net op tijd, want met deze winterse buien is het toch wel heel erg lekker om een handgebreid vest aan te hebben. De kachel heeft er zelfs moeite mee om boven de 18,5 graden te komen. En dat is eigenlijk best wel een beetje gek. Want we zitten hier natuurlijk. Ik woon in een flat. En ik heb links en rechts heb ik buren. En boven heb ik buren. Alleen beneden heb ik geen buren. Want daar zit een garage. Dus de kou die trekt wel een beetje op. Maar ja, de kachel heeft er wel moeite mee. En het is wel lekker als je dan een vest aan kunt trekken. Want dan heb ik het. 18,5 graden is nou niet echt dat je zegt, lekker warm. Nee, dat 20 graden, dan is het lekker warm, maar nee. Dus ik hoop dat de boel een beetje opwarmt straks. Want het is best wel frisjes. Voor het slapen vind ik dat niet erg. Maar ik slaap aan de voorkant van de flat. En daar stond vannacht daar echt de wind op. En dan hoorde je hem ook echt gieren om het huis heen. En ben ook wel een paar keer wakker geworden dat ik dacht van, wat is dit allemaal? En licht, hè? Alsof je een lamp aan hebt. Ik bedoel, mijn gordijnen zijn heel dun en ik heb wel luxe flex. Maar het was gewoon echt, door de sneeuw was het natuurlijk heel licht buiten. Heb je maar weinig maanlicht nodig om behoorlijk goed te kunnen zien.
Dus, maar goed, dus het was wel frisjes vannacht. Ik lag zo onder mijn dekbed, zeg maar. En met een kat naast me. Lekker warm. Maar goed, de Mad Mania cardigan. Hij is echt wel perfect van lengte geworden. Alle aanpassingen die ik eraan gemaakt heb en alle veranderingen die ik heb doorgevoerd, die hebben uiteindelijk geresulteerd in een vest wat gewoon helemaal naar mijn zin is. Sommige dingen heb ik inderdaad gewoon gedaan zoals in het patroon stond. Maar ik heb ook best wel heel veel dingen aangepast. De mouwen bijvoorbeeld heb ik ook aangepast. Want in het patroon staat dat je zeg maar toch moet minderen hier naar beneden. Maar het zit allemaal al zo aangesloten dat ik zoiets had van als ik ga minderen, dan wordt het allemaal strak en het moet wel lekker zitten. Als ik hem nog een keer zou maken, zou ik iets meer ruimte ook onder de oksels maken. Want hij is nu, ja, wat ik zeg, het sluit aan. En iets meer ruimte in deze in dit gebied is wel prettig. Maar hij past verder prima. En ik heb er een filmpje van gemaakt. Want het is nu lastig om op te staan. Dus ik heb even een filmpje gemaakt dat ik hem aan heb. En dat ik eventjes ronddraai en alle kanten laat zien en zo. Dus dat zal ik hier even inplakken. Ik ben er erg blij mee. Ik heb trouwens nog wat over van het garen. Dit is wat ik nog over heb van het garen. Ik had er hier 200 gram van. Van deze had ik 100 gram en van die had ik 100 gram. En ik heb zelfs nog van de hoofdkleur, daar had ik 130 gram van. En dit is echt het laatste beetje wat er nog over is. Dus uiteindelijk, nou, ik denk dat als je dit weegt, ja, ik heb nou het weegschaaltje niet hier, maar ik denk dat dit alles bij elkaar zo'n 30 gram is. Dus dan zit er precies 500 gram in het hele vest. Met hand gesponnen. En het is een groot vest, hè, want jullie konden het zien. Het is echt een heel lang vest. Dus hij is helemaal naar mijn zin geworden. En er zijn nog een paar draadjes die ik moet afwerken, ergens aan de binnenkant. Dat komt wel na het blokken. Hij moet nog geblokt worden, dat heb ik nog niet gedaan. Maar als ik dat nu ga doen, dan is hij over 3-4 dagen pas droog. En ik wil hem gewoon nu dragen, want nu is het koud. Dus nu wil ik een warm vest. Dus dat blokken, dat komt daarna wel. Ja, de andere projecten die ik had. De Rhapsody Blouse, dat is... Ja, die hangt er eigenlijk, is die nog precies hetzelfde als dat die de vorige keer was. De hals moet nog steeds afgewerkt worden. En de mouwen en de zoom aan de onderkant, daar heb ik dus helemaal niks meer aan gedaan. Die hangt er nog precies zo zoals die de vorige week ook hing. Want ik was natuurlijk veel te druk ook met het vest afmaken, want ik wilde gewoon dat vest kunnen dragen. En ja, als ik dan moet kiezen wat ik eerst doe, dan is het... Dit was eerst en dan kwam de rest pas. En er is, moet ik heel eerlijk zeggen, met deze temperatuur ook niet echt haast bij om een blouseje te maken met 3/4 mouwen. Ook al heb je er een longsleeve onderaan, dan is het toch best aan de koude kant.
Dus dat komt dan de komende weken wel weer. De Stitch Along van Modern Folk Embroidery. Afgelopen keer heb ik jullie laten zien dat ik op zondag precies, zaterdag eigenlijk, vorige week zaterdag, had ik het laatste deel afgemaakt. Dat zeg ik verkeerd. Had ik het laatste beetje van het eerste deel. De Stitch Along bestaat uit 12 delen. En in januari kwam het eerste deel uit. En dat heb ik vorige week zaterdag afgemaakt. Omdat op maandag, was 1 februari, zou het nieuwe deel uitkomen. En dus ik wilde gewoon klaar zijn voordat dat deel binnenkwam. Ik zal hem er eventjes bij pakken. Kraak allemaal. Het vorige deel, dat is dit gedeelte, die vogel. En wat ik al dacht, gaat hij van hier naar daar en dan waarschijnlijk zo in plaats van boven naar beneden. Want het volgende deel wat we gekregen hebben is dit gedeelte. En ik ben al een klein beetje begonnen, maar het is echt minimaal. Want ik heb meteen die maandag begonnen met het tweede gedeelte. Kijk, dit is het eerste gedeelte. En dit is het stukje van het tweede gedeelte wat ik gedaan heb. Ja, dat is natuurlijk niks, hè. Maar goed, ik heb als het goed is nog wat dagen. Iets van 20, 22 dagen, 23 dagen. Goed, ik heb nog heel even, ik heb nog een paar weekjes en dan moet het tweede deel ook af zijn. Veel heb ik er niet aan gedaan. Ik heb er een klein stukje aan gemaakt. Maar nou het vest af is, denk ik dat ik iets meer tijd heb om 's avonds ook gewoon te borduren. Want je moet ergens prioriteit aanstellen. En in dit geval had het vest een hogere prioriteit dan het borduurwerk. Dus daar ga ik vanavond ook lekker aan beginnen weer. Dan kan ik daar ook een stukje in afmaken. Dus dat was de progressie van de Stitch Along van Modern Folk Embroidery. Alle linkjes van ook de Marled Mania cardigan, die was van Steven West. Die zal ik hieronder in de beschrijving zetten. En ook het linkje van de Stitch Along van Modern Folk Embroidery, die zal ik daarbij zetten. Je koopt het patroon dus los, hè? Dus het is geen kit, het is alleen maar het patroon. En dat krijg je dan in delen toegestuurd. Dus iedere maand krijg je weer een nieuw deel. Je kunt ook de Stitch Along van vorig jaar, die kun je ook nog aanschaffen. Die kun je in zijn geheel kopen, dus als alle delen bij elkaar. Maar die kun je ook aparte onderdelen daarvan kopen. Maar het is dus alleen maar het patroon. Er zit dus geen stof bij het is geen kit. Het is alleen maar het borduurpatroon. Ik heb mijn stof en mijn garen heb ik bij Hobbyhemel aangeschaft. En dat is de 16 count Aida. En dan moet ik even denken, want de stof was, wat je nodig hebt is 50 bij 70, geloof ik. En ik heb toen 50 centimeter gekocht, maar het is omdat de stof 1,5 meter breed is, krijg je dus 50 bij 1,5 meter. Dat betekent dat ik dus nog zo'n stuk van 50 bij 75 over heb voor een ander project. En het was niet heel duur. Qua prijs is Hobbyhemel echt, ook voor een klein budget hebben ze gewoon erg mooi spul. Het is geen katoen waar je mee borduurt, het is polyesterdraad. Maar ik heb nu dus al een heel stuk ermee geborduurd. En ik moet zeggen, het bevalt me prima. De draad houdt zich prima, het pluist niet, het glanst mooi en
Nou ja, wat je er ook van wil zeggen, polyester blijft natuurlijk wel kleurvast. Dus ja. Maar goed, ook voor een klein budget is er dus echt, zijn er echt wel mogelijkheden. Waarom heb ik voor hobbyhemel gekozen en zeg maar het polyester garen is omdat het... ja, ik weet niet of ik dit wel blijf doen. Dus om nou heel veel geld uit te geven aan iets waar je misschien... Ja, waar je misschien toch niet mee doorgaat, dat vond ik een beetje tricky. Dus ik ben gewoon gaan kijken van, kan het ook budgetvriendelijker? Dus, en dat kon bij Hobbyhemel, hebben ze dus garens. Ik geloof dat een strengetje garen 54 cent kost. Ik zal ze erbij pakken. En ik heb dus zeg maar een heel zakje, want je hebt best wel veel nodig. Van de ene kleur heb je 13 strengetjes nodig en van de andere kleur heb je er 12 nodig. En als je nog meer kleuren gebruikt, dan, ja, dan moet je die kleuren natuurlijk ook nog meetellen. Dus, maar ik heb geloof ik iets van 54 cent per strengetje betaald. Dus nou ja, goed, gewoon een goede prijs. En ook gewoon een goed garen. Dus het is niet zo dat... goedkoop, duurkoop wordt. Want het bevalt mij heel erg goed. En de kleuren, de kleurnummers van Hobbyhemel, die komen overeen met de DMC kleuren. Er zit wel wat afwijking in. Want, nou ja, en ook in beeldscherm trouwens. Hè, want je krijgt wel een kleur te zien. Maar het is toch altijd lastig inschatten. Maar in principe zou je dus gewoon één op één kunnen vervangen. Dus dit is kleur nummer 993. Die komt overeen met kleur nummer 993 van DMC. Doe ermee wat je wil. Linkjes vind je hieronder in de beschrijving ook van Hobbyhemel. Er stond ook nog een Sloan sweater op mijn lijstje. Ook van Love Notions. Die zou ik maken van dit stofje. En ik zou ook nog een lekkere warme pyjama voor mezelf maken. Dat waren de plannen in ieder geval. Daar is allemaal niks van terechtgekomen. Maar dat is niet erg, want ik heb wel wat anders gedaan. Een poosje geleden had ik me opgegeven bij Love Notions. Het bedrijf om tester te worden van hun patronen. En ja, dan kom je op een lijst te staan. En als er dan nieuwe patronen getest worden, dan... ja, daar kun je dus zeg maar voor opgeven en dan gaan ze dus kiezen van wie doet er mee dit keer en wie doet er niet mee. Afgelopen keer waren ze bezig met een test van een bestaand patroon. Want wat ze nu gaan doen is van alle oude patronen, die gaan ze updaten naar... ja, naar meer maten. Dus waar voorheen bijvoorbeeld XS tot en met XL was, dan gaan ze nu van XS tot en met 5X. Dus dan heb je veel meer maten natuurlijk. En dan is het meer inclusief voor iedereen. Dus de oude patronen zijn ze allemaal aan het aanpassen. Maar dat betekent ook dat ze dus nieuwe testrondes moeten doen voor de verschillende maten. En... dus ik was dit keer niet uitgenodigd om het patroon te testen. Maar ik kreeg een bepaald moment wel, na de testfase, kreeg ik de mogelijkheid om toch alsnog het patroon te maken. Als voor promotie, zeg maar. Dat, ja, dat je een berichtje op Instagram plaatst voor hun. En nou, dat leek me op zich ook wel leuk. Dus ik had... dus ik heb me daarvoor opgegeven van dat wil ik wel. En dat is uiteindelijk deze geworden. De Whistler. De Whistler trui. Dat is een sweater. Dat is een... je kunt er ook een hoodie van maken. Want ik zal het plaatje hier even laten zien van de lijntekeningen. Van sweater tot met of zonder hoodie, met sjaalkraag of zelfs een jurkversie. Je kunt hem in een tunieklengte maken. Nou, je kunt ontzettend veel met dit patroon in ieder geval. Ik heb ervoor gekozen om de sweater te maken met sjaalkraag. En dat, het is heel lastig te zien, want het is een heel donker stofje met een ruitje.
En ik heb even een foto, of een foto, ik heb even een filmpje gemaakt dat ik hem aan heb. En dan kun je het misschien iets beter zien. Het is dus een sweater met zakken. De pockets. Die zitten in het, aan de voorkant van het patroon. En dat stofje, dat is eigenlijk, daar heb ik al eens eerder iets van gemaakt. Oftewel, dat is een stofje wat ik heb hergebruikt. Want ik heb, volgens mij was dat vorig jaar, of misschien zelfs al het jaar daarvoor, heb ik een, wilde ik een jurk maken met vleermuismouwen. Daar had ik dat stofje voor genomen. En toen ik die jurk in elkaar had zitten, dat heb ik dan weer, het was net een hoepenzak. Dat staat mij gewoon niet. Ik roep het eigenlijk bijna iedere podcast. Ik ben klein. Als ik dan enorme vormloze zakken ga aantrekken, dan blijft het ook gewoon een vormloze zak. Ik moet iets hebben met een taille. Of iets aansluitender. Want anders dan verdwijn ik gewoon in zo'n jurk. Dus die jurk die had ik achterin een kast gefrot. Zo van, nou, hè, dat wordt hem niet. En misschien dat ik de stof nog een keer voor wat anders kan gebruiken. Deze dus. Want ik had precies genoeg om uit al die grote delen van die jurk, want die vleermuismouwen die waren al zo. Dus daar heb ik gewoon de mouwen uit kunnen halen voor de sweater. En het jurkgedeelte onder het lijfje, dat was ook al zo groot dat ik daar het voorpand en het achterpand van uit kon halen van deze. En het grappige van deze stof is dat aan de binnenkant van de stof is die helemaal egaal zwart. Dus ik heb de stof ook nog eens kunnen gebruiken om dit gedeelte in het zwart te maken. Dus aan de binnenkant is het dezelfde kleur als de buitenkant, behalve dit gedeelte. Het is misschien iets te flimsy stofje, want die sjaalkraag die vond ik aan de grote kant prima om te dragen, want ik heb hem al zelfs al aangehad. Maar als ik hem nog een keer zou maken, dan zou ik toch een iets steviger tricot stofje gebruiken dan deze. Want het is toch wel vrij dun. En dan valt die sjaalkraag gewoon niet zo mooi. Je kunt deze dus ook maken als een hoodie. Dus dan komt dit gedeelte eigenlijk nog meer omhoog te staan. En dan komt er een hele muts op. Maar het is wel een heel fijn draagbaar patroon. Dus daar komt er zeker nog wel een keer een van. Er zitten knopen op, maar die zijn er gewoon opgenaaid. Je hebt de mogelijkheid om gewoon knoopsgaten te maken en ook knopen aan te naaien en zo. Maar er staat ook in het patroon, de hals is groot genoeg om er zo doorheen te gaan. Dus je kunt er prima gewoon die knoop gewoon erop naaien en door alle lagen heen prikken zonder knoopsgaten te maken. Het is meer een design feature dan dat het echt een functie heeft. Dus ik heb ook gewoon besloten om die knopen er gewoon op te naaien. Dus wat ik zeg, de volgende keer zou ik hem in een iets dikker stofje maken. Dan valt die sjaalkraag gewoon wat mooier. En misschien wel een hoodie een keer maken. Want dat, het is echt een aanschiettrui. Het is echt heel fijn patroon. Ook de boordjes, want ik had geen boordstof. Dat had ik allemaal niet. Dus ook de boordstof is eigenlijk gewoon hetzelfde materiaal, maar dan binnenstebuiten. Dus je ziet hier de binnenkant van deze stof. Die heb ik als boordstof gebruikt. De lengte, hij is in verschillende lengtes. Van gewoon een sweaterlengte tot aan een jurk. En je hebt ook een tuniek. Ik heb hem op gewoon sweaterlengte gemaakt, maar wel met een boord onderin. En dan valt hij bij mij gewoon best wel lang nog. Dus bij mij valt hij eigenlijk als een tuniek lengte. De maat volgens het patroon. En ik had alles opgemeten. En dan staat er dat je werd aangeraden om een XL te nemen. Maar ja, ik weet hoe dat gaat. Waarom wordt altijd XL aangeraden? Is omdat mijn
borstpartij gewoon groter is. De rest van mijn lijf is niet zo groot. Dus hier heb ik geen XL nodig. En ik heb ook in het bovenste gedeelte en hieronder heb ik het ook allemaal niet nodig. Ik heb het alleen hier nodig, dus bij de borstpartij. Dus ik had besloten om toch gewoon een L te maken. En ik ben ook maar blij dat ik dat gedaan heb, want anders was het waarschijnlijk dus een jurk geweest. Want ik moet altijd alle patronen moet ik gewoon innemen. Ik denk dat dat het ook geweest is bij die vleermuisjurk. Ook daar had ik een XL van uitgeknipt. Gewoon puur op basis van de borstomvang. En ja, ik denk dat ik beter gewoon een maat tot anderhalve maat kleiner kan gaan. En dan een full bust adjustment doen. Dus dat je de borstpartij wat groter maakt. Of ik ga gewoon, als het een tricot is, gewoon voor een L. Want dat rekt toch wel mee. In dit geval zat er voldoende ruimte in het bovengedeelte. En zit er ook behoorlijk wat stretch in die stof. Dus ik had zoiets van, nou, ik ga gewoon voor een L. En dat is, uiteindelijk is dat dus perfect gebleken. Iets te lang misschien, maar ik vind dat nu, zeker in deze periode, is het wel lekker als het allemaal lekker over je billen hangt. Dan blijft het in ieder geval lekker warm. Ik heb dit keer ook geen shop updates te laten zien. De garen set van februari, die ik vorige week maandag online had gezet, ja, die was binnen een paar uur uitverkocht. Voor mij natuurlijk hartstikke leuk, maar het probleem is een beetje dat ik zit te wachten nog steeds op garens die uit Engeland moeten komen. Want het zit nog steeds in de planning om een tweede verfronde te doen. En eigenlijk had ik dan zoiets van, nou weet je, dan zou die deze maandag online kunnen gaan. Maar ik heb geen garens. Dus ik kan niks online zetten. Ze liggen ergens tussen Nederland en Engeland in. Of bij hun bij de douane, of bij ons bij de douane. Ik heb geen idee. Er komt maar geen beweging in. En ook als je de leverancier belt, die zegt ook van, ja, ik weet het ook niet. Dus ze kampen natuurlijk met enorme vertragingen. Maar het is nu al, op deze plek ligt hij al zeker 5 dagen. Want je kunt het online, ik kan wel een track and trace heb ik gewoon. Maar ja, hij ligt dus al 5 dagen op dezelfde plek en er komt geen beweging in. Dus ik weet niet wanneer, ik hoop dat het aankomende week is, dat er beweging in komt en dat hij gewoon door de vervoersmaatschappij gewoon geleverd gaat worden deze week. Maar ik ga er nog steeds vanuit dat ik in de maand februari nog een tweede verfronde kan doen. Misschien dat die wat groter is, omdat er meer animo over is. Dat weet ik nog niet, maar ik ga ervan uit dat er nog steeds een tweede verfronde plaats kan vinden. Als die garens maar binnenkomen. Laten we in ieder geval hopen dat het binnenkort geleverd wordt. En ik hou jullie op de hoogte. En ik baal natuurlijk ook als een stekker, net als iedereen. Maar goed, helaas heb ik het zelf niet in de hand. Het ligt ergens tussen Nederland en Engeland in. En het moet alleen nog hier naartoe. Dus laten we hopen dat dat heel snel is. Ik heb het dus niet zelf in de hand. En ik had al een paar mailtjes gehad van mensen die zeiden, ja, kan ik niet vast reserveren en ik wil wel vast betalen. Maar dat ga ik niet doen. Want ik ga er nog steeds van uit dat ik gewoon in deze maand nog een tweede verfronde kan doen. Hoe ik er over 2 weken over denk, dat weet ik niet. Als het dan nog niet binnen is. Maar ja, weet je, ik wil niet dingen afspreken en het dan niet na kunnen komen. Dus ik heb zoiets van, ik ga nu niet reserveringen aannemen van mensen. En alvast hun geld innen. En dan straks heb ik misschien, duurt het allemaal nog langer. En dat dan, ja, nou, dat zie ik gewoon niet zitten. Dus ik ga dat ook niet doen. We moeten allemaal gewoon een beetje geduld hebben. En ik ga ervan uit dat het gewoon nog deze maand lukt om een tweede verfronde te doen. En dan zal ik in ieder geval, en dan komt er ook behoorlijk wat binnen. Dus dan kan ik ook een wat grotere batch verven wat dat betreft. Dus ja, meer kan ik er op dit moment ook niet van maken. Ik hoop gewoon, vingers gekruist, dat het snel binnenkomt. Maar dat roep ik geloof ik al 2 weken. Dus nu echt vingers gekruist, alsjeblieft. Laat de
Brexit-goden mij gunstig gezind zijn deze week. Wat een ellende. Goed, vorige week had ik gezegd dat ik binnenkort een keer een Q&A wilde gaan doen. Dat was een ideetje van Jurieke, die zei van, moet je een keertje doen? Van haar heb ik dus ook al een vraag binnengekregen. Wat ik gedaan heb is, ik heb een, je kunt e-mailen naar vraag@dutchwildiva.nl. Ik zet het even hieronder neerzetten, vraag@dutchwildiva.nl. Dus heb je een vraag voor me, het maakt helemaal niet uit waarover. Hè? Over mij, over mijn werk, over wat ik vroeger heb gedaan, over alles op brei, haak, spingebied, whatever. Dan kun je mailtje sturen naar vraag@dutchwildiva.nl. Ik zal het even hieronder neerzetten en ook hieronder komt het te staan. Ja, dan verzamel ik die vragen en dan ga ik een keer een aparte vlog opnemen met de Q&A. Hieronder in de comments mag het ook hoor, maar het is handiger als ik het gewoon via e-mail ontvang, want dan kan ik het allemaal verzamelen op één plek. En ik krijg niet altijd een notificatie als er een berichtje geplaatst wordt onder een video. Soms krijg ik hem pas een paar dagen later. Dat is, ik blijf dan een beetje vreemd vinden dat ik niet gewoon meteen een plink krijg of een mailtje krijg. Waarschijnlijk moet ik ergens een instelling veranderen. Maar dus als je een vraag hebt voor de Q&A, doe het dan gewoon naar vraag@dutchwildiva.nl. Dan komt het op één plek binnen en dan kan ik dat verzamelen. En dan ga ik een keer een losse Q&A doen, een losse vlog. Het aantal abonnees dat gaat hard nu. We hebben, ik zit ergens in 470 of zo abonnees nu. Dus niet heel veel meer. En dan, dan ga ik de giveaway houden. En ik ga me daar deze week eventjes, ga ik dat eens even verzamelen. Er zat al een tasje bij. Een projecttasje zat erbij. Maar daar komen natuurlijk ook wolletjes in. Maar ja. Wat heb je nou een projecttasje zonder een molletje, nietwaar? Dus die giveaway die zit eraan te komen. Nog maar ja, iets van 25, zoiets zal het zijn, 25 abonnees. En dan zijn de 500 abonnees gehaald. Als het zover is, dan volgende week laat ik zien wat er dan in die giveaway zit. En dan doen we de giveaway. Dus hoe ik dat ga doen, weet ik nog niet. Want het is ook de eerste keer dat ik dat doe via YouTube op die manier. Dus ik moet eens even gaan zoeken hoe ik dat het beste kan verzamelen. Al die mensen die meedoen. Want ja, iedereen maakt natuurlijk kans op die giveaway. Hierna komt dan nog even onze wandeling in de sneeuw. Daar waar ik een filmpje van had gemaakt. En verder wens ik jullie nog een hele fijne ochtend, middag of avond, wanneer je ook maar zit te kijken. En dan wens ik je een hele fijne week nog. En tot volgende week. Doei! Like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors, forever free. You can tell.
door. Forever.